De evolutie van 2D naar 3D vond ik een enorme vooruitgang. En vind ik gewoon de max, omdat ja, je ziet enorm veel dingen op voorhand. En je ziet eigenlijk je gebouw al 3D voordat het er effectief buiten staat. Je kunt er eigenlijk al virtueel doorheen wandelen om te weten hoe dat eigenlijk, als het eenmaal uitgevoerd is, gaat uitzien. Ja, dat geeft ook een superieur gevoel, omdat je dan precies al een beetje in de toekomst kunt kijken. Bij mijn vorige job heb ik nog 2D getekend. En dan moet je rekening houden met de wijzigingen die dan gebeuren in een bouw. Dat je daarvoor zorgt dat in alle gevelzichten, snedes en grondplannen juist wordt aangepast. Als bijvoorbeeld een deur schuift, moet dat natuurlijk zowel het grondplan als de gevelzichten als de snedes correct zijn. Het voordeel met 3D tekenen is, als je ergens een deur schuift, wordt het overal automatisch aangepast. Plus, je kunt ook heel snel verschillende conflicten rapper opsporen en corrigeren. Ik heb het syndroom van Usher. Dat houdt in dat ik dus slechthorend ben geboren en dus visuele problemen krijg vanaf mijn 20e levensjaar. Tunnelvisie, maar op computerscherm werken is goed te doen. Ik heb een aangepast muispijltje waardoor die iets groter is en roder is van kleur, omdat het feller opvalt. Ik heb een aangepaste gele bril op, wat mijn ogen meer rust geeft tijdens het werken. De grote beperking is vooral dat ik niet meer met de auto mag rijden. En dankzij Mathieu Gijbels heb ik dus een taxi ter beschikking gekregen in plaats van een bedrijfswagen. Via die taxidienst kan ik elke dag op en af naar het werk komen en hier mijn job komen doen. Zij hebben mij mogelijk gemaakt dat ik gewoon mijn kunde en mijn kennis kan blijven gebruiken.